Goedenavond allemaal, ik ben Charlotte, het aanspreekpunt van Helpende Handjes. Wat ik nu ga bespreken is het ontstaan van Helpende Handjes, wat het deelplatform concreet inhoudt en welke voordelen dit platform voor de gebruiker heeft. Tot slot ga ik de werking toelichten aan de hand van een demonstratie van het platform. De missie van Steunpunt Welzijn is het tegengaan van vereenzaming en bevorderen van sociale cohesie. Het project Helpende Handjes is gegroeid vanuit het oorspronkelijke idee uit 2018 van Draag en Drop, waarbij de focus lag op het helpen van vereenzamende en minder valide personen. In 2019 werd het basisconcept uitgebreid met de idee dat alle mensen wel eens nood hebben aan een helpende hand. Helpende Handjes werd erkend door Lieder Vlaamse Ardennen. In juli werd het deelplatform Helpende Handjes gelanceerd. Er werd gestart met bekendmaking van het platform bij de inwoners van Kluisbergen, Kruissem, Lierde, Brakel, Zwalm, Oudenaarde en Gerardsbergen. Het is onze bedoeling om in 2021 uit te breiden naar de volledige Vlaamse Ardennen. Wat is het platform? www.helpendehandjes.net is een online platform van vraag en aanbod van diensten. Bij koninklijk besluit werd het erkend, een erkend deelplatform voor en door helpers. Voor particulieren, dus buiten de beroepsactiviteit. Het laat toe om zeer eenvoudig geholpen te worden bij allerhande klusjes, boodschappen, vervoer, karweien. Door registratie maak je jouw vraag en op het aanbod kenbaar en kan je de juiste match vinden. De voordelen van, wat zijn nu de voordelen voor de gebruiker? Het is een platform voor iedereen, jong of oud, werkend of werkzoekend, gepensioneerd. Je kan zowel vrager als aanbieder zijn van diensten. Beide kan uiteraard ook iets nodig hebben en met iets anderen kunnen helpen. Het is een heel gebruiksvriendelijk platform. Je kan filteren op categorie, op locatie, op vraag of op aanbod. Het is een eenvoudige tool die ervoor zorgt dat je gemakkelijk contacten kan leggen met vragers en aanbieders in jouw buurt. Het is ook een fiscaal vriendelijk bijverdienen. Particulieren, dus buiten hun beroepsactiviteit, die hun diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden, genieten van een fiscaal gunstige behandeling voor het bijverdienen. Tot eind 2020 kan je per kalenderjaar €6.340 verdienen en maximum €520 per maand. Voor 2021 zijn we nog in afwachting van de nieuwe wetgeving. Het is een eenvoudige administratie. Alle administratie verloopt via ons erkend platform. Eens ingeschreven op het platform krijg je een handig overzicht van jouw zoekertjes, je betalingen, recente transacties. Door lid te worden kom je op een gemakkelijke manier in contact met mensen die jouw diensten nodig hebben. Je bent als klusser ook verzekerd. Als klusser betaal je een klein lidgeld waarmee je jouw verzekering en administratie gedekt is. Dus het hoeven voor de gebruiker is dat het een platform is zonder commerciële belangen. Er is geen lidmaatschapsvergoeding, enkel vergoeding bij gebruik. Je kan onderhandelen over de prijs. Het is inclusief aandacht voor specifiek vraag en aanbod. En zowel betalend als gratis aanbod. De werking van Helpende Handjes is dus je surft naar het deelplatform www.helpendehandjes.net, waar je je kan registreren als vrager of als aanbieder. Dan kan je ook filteren op categorie of op locatie. Of je kan een zoekertje plaatsen of een aanbod plaatsen. Dan kan je in contact komen met anderen en concrete afspraken maken.
door het maken van een officiële afspraak via ons platform en je lidgeld te betalen, ben je als klusser verzekerd. En dan uitvoering van de taak en dan op het einde betaal je de klusser binnen de 3 dagen. Nu ga ik kort ook eens demonstreren, het deelplatform demonstreren. Sorry eventjes, hier zitten we op het deelplatform helpendehandjes.net. Hier vind je ook uitleg over de werking die ik daarnet ook heb gegeven. Ook tips en tricks, hoe je een duidelijke vraagstelling kan formuleren voor een vraag of een aanbod van een dienst. En ook de veelgestelde vragen vind je hier, waar je een antwoord op vindt op vele vragen. Hier kan je jou registreren of ook gewoon aanmelden als je al geregistreerd bent. Dus dan moet je jouw gegevens invullen hier. En dan kan je hier onderaan je account aanmaken. Of als je al een account hebt, kan je jou gewoon aanmelden. Zo, en dan kom je in het deelplatform terecht. Je hebt hier een dashboard linksboven. Dat is jouw eigen dashboard waar dat je jouw recente zoekertjes ziet en jouw recente overeenkomsten die je hebt afgesloten. Je ziet ook hoeveel dat je hebt uitgegeven per jaar en hoeveel dat je reeds verdiend hebt per jaar. En dan heb je ook een overzicht van alle huidige aanbiedingen en alle huidige vragen. Hier heb je ook een overzicht van de aanbiedingen. Met een filter waar dat je kan zoeken per categorie ook, bijvoorbeeld tuin. En dan krijg je allemaal de klusjes over de tuinen. Dus hier kun je categorieën ingeven. Je kan ook op de kaart zoeken in jouw buurt of in een bepaalde buurt. En hier kan je ook een eigen hulpaanbod plaatsen. Ik zal nu eventjes kijken. Bijvoorbeeld, ik neem hulp bij evenementen, want ik zou graag een feest organiseren. Dan krijg je hier meer uitleg over een omschrijving over wat die persoon te bieden heeft. Ik neem ook voorbeeld is een voorbeeld hulp bij je zoektocht naar professionele hulp. Ik zou graag in contact komen met die persoon, dus ik ga een overeenkomst aangaan. Ik klik hier dan op. En dan kan ik chatten met die persoon om meer uitleg te vragen wat zijn tarief is en om zo tot een concrete afspraak te komen. Voilà, dat is het belangrijkste wat ik heb getoond van het platform. Ik hoop dat het duidelijk was voor jullie. Op het einde kunnen jullie ook nog vragen stellen. Nu geef ik het woord door aan mijn collega Peter, die zijn eerste ervaringen rond het platform zal delen. Dank u, Charlotte. Dag allemaal, ik ben Peter uit Ronse. Ik gebruik al een aantal maanden Helpende Handjes als platform. Kwam eigenlijk heel goed uit, want onverwacht op mijn leeftijd viel ik werkloos of werkzoekende.
En tijdens de COVID-periode nieuw werk vinden was helemaal niet evident. Dus een beetje kunnen bijklussen kwam mij eigenlijk echt goed uit. En dat is hier dus ook mogelijk. En wettelijk zijnde, bovenop mijn werkloosheidsuitkering, was ik zelfs ook actief via springplank in zelfstandigheid, in bijberoep. En daarbovenop kon ik ook nog wat bijverdienen, want die zelfstandigheid kwam ook niet direct van de grond. En gans dat verhaal is wettelijk, zolang je op het platform niet dezelfde activiteiten uitvoert dan in je zelfstandige activiteit. Dat is eigenlijk een heel leuke ervaring geweest, want ik doe eigenlijk ook graag wel wat aan vrijwilligerswerk. Maar als je dat bovenop je werkloosheid wilt doen, heb je kosten natuurlijk. Hè. Vrijwilligerswerk is vaak gratis, maar je moet er wel geraken. Hier kon ik eigenlijk toch wel een aantal mensen helpen die het ook nodig hadden. Zonder dat ik dat ten eerste volledig gratis moest doen, maar ook verzekerd te zijn en wettelijk in orde. Dat is toch wel een plezante ruggensteun in het verhaal. Doe je daardoor alles betalend? Ik niet. Maar dat is een keuze die je hier zelf maakt, zowel qua prijszetting in je aanbod, kan je er direct bij zetten. Niks houdt je natuurlijk tegen als je de reflex hebt die ik toch heb om voor mensen die het iets minder breed hebben, toch af en toe iets gratis aan te bieden. Ik moet zeggen dat dat vaak zelfs omgekeerd uitdraait. Ik vraag maar 12 euro per uur. Uiteindelijk is het belastingsvrij. Dus het is logisch dat je hier geen 40, 50 euro per uur gaat vragen. Zoals een normale, gewone zelfstandige loodgieter, whatever zelfstandige doet. Maar ik moet zeggen, de mensen zijn toch heel vaak zeer tevreden over dat ze hulp krijgen. Er is zeker een nood op de markt voor kleine werkjes. We weten denk ik allemaal, ik kan naar het containerpark rijden met een aanhangwagen. Voor iemand, er zijn geen zelfstandigen die dat aanbieden. Dus er is zeker een aanbod dat daar mogelijk is. Er komen ook vragen binnen. En ik zie ze ook soms binnenkomen en ook aanbod die niks met klussen te maken heeft. En dit is niet alleen een klusplatform. Ik bied vooral klussen aan, maar er is ook aanbod rond vertalen, heb ik gezien. En dat charmeert, dat vind ik een heel leuk platform. Mochten er vragen zijn verder over de ervaring, dan deel ik ze graag. Er is ondertussen al een eerste vraag toegekomen. Mm-hmm. Het woord Vlaamse Ardennen is hier talrijke keren al genoemd. Zijn er ook mensen aanwezig die van buiten de Vlaamse Ardennen zijn? En de vraag is, moet ik hier nu verdwijnen? Of kan dat nuttig zijn voor mij ook? Maar hier zal ik misschien zelf op antwoorden. Het is echt wel ontwikkeld voor de Vlaamse Ardennen. Het past volledig in de streekontwikkeling van dat heuvelachtig gebied. Maar dat wil niet zeggen dat wie het kan gebruiken en daar niet woont, dat er een verbod zal zijn. Dat is absoluut niet zo. Ik denk dat ze in de Vlaamse Ardennen heel blij zullen zijn dat het ook daarbuiten uitstraling krijgt. Nu, iedereen moet dat voor zichzelf wat uitmaken of dat het zin heeft. Want het gaat over vraag en aanbod die met elkaar in contact komen. Dus dat is de grote meerwaarde van het project. Er zijn via de chat op dit moment nog niet meer vragen gekomen. Maar misschien toch een paar vragen die dikwijls gesteld worden. Van, ja, eigenlijk is het heel eenvoudig. Dat heeft uiteenzetting ook aangetoond. Het principe is gewoon, mensen die iets willen doen, krijgen een platform om mensen die iets nodig hebben te kunnen vinden. Dat niet evident is, dus het platform helpt daarbij en is zo eenvoudig mogelijk opgesteld. Maar toch, als je erop doordenkt, zijn er heel wat vragen. Bijvoorbeeld, het is wettelijk, dat is al gezegd, maar hoe zit het in elkaar? Van veiligheden en de spelregels en zo verder. Het is te veel om op te noemen, maar het is ook op de website te vinden. Kun je misschien eens aangeven van iemand die met vragen zit, waar kan die het antwoord vinden op zijn vragen? Peter of Charlotte? Er zijn inderdaad verschillende plekken. Het staat vooral in de vak en in de tips en tricks. Daar ga je heel veel antwoorden vinden.
En de algemene informatie staat bij meer informatie onder de website. Mocht je daar nog niet direct een antwoord vinden op je vraag, dan kan je altijd terecht op ons e-mailadres, info@helpendehandjes.be. Dat staat ook op verschillende plekken op de website vermeld, dat e-mailadres. En dan zullen wij een antwoord proberen te geven. Mochten we het niet direct kunnen geven, dan gaan we zeker voor jou aan de slag. Zelfs van de week is er een vraag binnengekomen, iemand die pensioen plus een speciaal statuut had qua uitkering. En het blijkt toch dat hij zou minder mogen bijverdienen dan 6.000 en zoveel. Dat gaan we nog even verder uitzoeken. Want onze verstandhouding over, of ons begrijpen van die wetgeving, is dat het voor iedereen beschikbaar is, het bijverdienen, tot 6.000. En blijkbaar is het bij hem gekapt tot 1.000, geeft zijn pensioendienst hem door. Dus daar gaan wij ook even actie nemen om te kijken, klopt dat wel? Dat is de rol die wij extra spelen hier. Ja, want diensten zijn soms ook mis. Hè. Dus op dat moment werkt de helpdesk ook als ombudsdienst om iets te kunnen in regel brengen. Bijvoorbeeld is uitdrukkelijk zo dat ook mensen die op invaliditeit staan, die werkloosheidsinkomen hebben, het KW bepaalt dat zij ook kunnen meedoen. Maar het kan altijd zijn dat ergens een ambtenaar dat koninklijk besluit niet gelezen heeft en dat we daar even mee in gesprek moeten gaan. Dan gaan we de mensen zeker helpen. Nog een vraag, er bestaan nog andere deelplatformen ook. Helpende Handjes is niet het eerste, maar het zijn toch een aantal unieke dingen. Kan daarop ingegaan worden? Sorry, ik was ondertussen een vraag aan het lezen. Zeg nog eens, Peter. Wel, dat Helpende Handjes niet het eerste platform is. Nee. Maar het heeft toch een aantal unieke dingen die, ja, die ook zo bedoeld zijn. De sociale inslag, hoe blijkt dat? Het blijkt heel duidelijk. Uit twee dingen. Eén, we zijn duidelijk laagdrempelig. Wat ik daarmee wil zeggen, als je naar andere klusplatformen kijkt, wat we gedaan hebben, moet je daar op een interview gaan enzovoort. Dat wil niet zeggen dat onze klussers minder capaciteiten hebben. Dat wil wel zeggen dat we meer openstaan voor mensen die iets willen aanleveren. Onze sociale reflex zit hem heel sterk in het feit dat dit niet alleen deeleconomie is, maar dat we ook alle activiteiten erachter doen binnen de sociale economie. Er zit geen enkel commercieel karakter achter. Het weinige geld dat wij vragen zijn, dit lidgeld, dient eigenlijk om één de verzekering te betalen die jullie genieten als je klust, maar ook om de administratie te draaien die hierachter loopt. Gelukkig hebben we de website dankzij Leader kunnen bouwen, want anders zouden we het voor deze prijs niet kunnen. Dat is één. Twee, al die handjes die helpen om die website te beheren. Want er wordt gekeken naar zowel vraag en aanbod, dat toch wel een beetje in orde is. Er wordt ook wat gekeken naar de overeenkomsten, dat we daar voor zorgen dat oudjes in een iets moeilijkere situatie niet misbruikt worden of uitgebuit worden door een klusser. Dat houden wij in de gaten. Die handjes moeten ook betaald worden. En hoe houden wij dat betaalbaar door het feit dat de sociale economie is die daarachter draait? Ik zie dat iemand rond die invaliditeit... Ja, zeg maar. Een interessante vraag van Anne Hartwa. Mm-hmm. Dus ik zal eens lezen. Iemand met een invaliditeitsuitkering mag maar ongeveer €1.300 bijverdienen als vrijwilliger van de mutualiteit. Dat is info die we hebben voor vrijwilligers in beschut wonen. Dat klopt inderdaad, en niet alleen voor mensen in beschut wonen. Maar het is hier dan ook geen vrijwilligerswerk. Dus het is een nieuw kader. Dat geldt voor iedereen. Dus dat is het mooie, dat mensen vrijwilliger kunnen zijn. En dan geldt die jaarlijkse beperking van €1.300 ongeveer. Elk jaar komt daar een kleinigheid bij. Maar ja, dit staat daarboven. Nu, het is belangrijk dat het ook in het oog gehouden wordt. Want het gaat hier dan over een maximum van 6.000 en zoveel. Ziet dat iemand aan 7.000 komt, ja, dan heb je die fiscale gunstvoorwaarden niet meer. En dat is ook een voordeel van het platform, dat in het oog houdt voor u. Inderdaad. De vraag is hier nog niet gesteld.
door iemand, maar wie dat al eens op ons website gekeken heeft, die zal gezien hebben dat wij ja, ook wel reclame maken voor andere soorten dienstverlening. Dat wil zeggen dat we ons als aanvullend beschouwen en niet in de plaats van. En dan komt de vraag boven, wat zijn andere nuttige diensten, waar dat mensen een beroep kunnen opdoen en wat is het verschil met de deeleconomie? Misschien toch heel kort. Hier gaat het om personen, maar je kan ook bedrijven hebben in de sociale economie die sommige van die diensten die bij ons aangeboden worden ook aanbieden op een professionele manier. Ja, sociale economie. Dan zijn er ruilkringen, her en der, letsgroepen meestal genoemd. Daar is het typisch dat, dat je niet of vrager of aanbieder kan zijn, maar dat je echt de twee moet zijn, want het gaat om ruilen. Dus het ene moment zal je een beroep kunnen doen op een dienst en een ander moment moet je zelf iets doen. Dat is het leuke daaraan, maar betekent ook dat dat niet voor iedereen natuurlijk interessant is. Nu is het perfect mogelijk dat mensen zowel bij lid zijn als bij helpende handjes, als ook een beroep doen op wijkwerking of dienstenchecks of thuishulp misschien onder bepaalde voorwaarden. Dus mensen kunnen ook combineren als ze dat willen. Maar in elk geval is het ja, niet concurrentieel. Er zijn zoveel noden. Hoe meer contacten en verbindingen dat er tussen mensen mogelijk zijn, hoe beter. Dus het is iets nieuws dat er bovenop komt. Ja, toch nog vragen die binnenkomen over ik ben medisch gepensioneerd ambtenaar, mag ik evenveel bijverdienen? Ja. In die wetgeving staat niet specifiek dat bepaalde statuten minder of meer zouden mogen bijverdienen. Er staat dat iedereen mag bijverdienen, zolang één Belgisch meerderjarig en dat hij niet dezelfde activiteiten uitvoert op het platform als hij zelfstandig uitvoert. Ja. Dat zijn de beperkingen. Er zijn nog een aantal beperkingen zoals kinderopvang, dat mag je niet, en een aantal beschermde beroepen. Het spreekt voor zich dat je geen werken gaat uitvoeren waarvoor dat je eigenlijk in het reguliere circuit, als ik het zo mag noemen, het niet-deeleconomisch circuit, certificaten of whatever zou moeten hebben. Dan moet je daar ook over beschikken bij de deeleconomie. Dus als je zeg maar iets, een muur wilt gaan uitbreken bij iemand in zijn huis, dan moet je rechtmatig eigenaar zijn en aannemer zijn en zo verder. Dat spreekt voor zich. Ja, het begint volop vragen toe te komen. Een vraag die we zeer graag lezen natuurlijk. Kunnen wij als stad, ik weet niet welke stad dat is, als dit platform bekendmaken of moeten wij eerst een overeenkomst afsluiten? De laatste is zeker niet het geval. En het deelnemen aan het platform is ook maar alleen voor particulieren. Dus het is speciaal nodig dat een stad of gemeente een contract afsluit. Van bekendmaking zijn er nu al voorbeelden van gemeenten, Charlotte kan beter zeggen de welke al, die in hun tijdschrift daar ook al plaats voor ingeruimd hebben. Het is ook zo dat wij banners die buiten kunnen opgesteld worden, aangeschaft hebben, die binnenkort ook gaan voor het sociaal huis of voor het gemeentehuis of zo gaan kunnen geplaatst worden. Dus gemeenten die zeggen ja, dat willen we wel aan meehelpen. Die mogen gerust een seintje geven. Ja, nog een vraag die in het juridische blijft. Heeft dat wettelijk kader, dus het feit dat mensen mogen los van vrijwilligerswerk nog van, of ook buiten een arbeidsovereenkomst, dat ze kunnen deelnemen aan een deelplatform, heeft dat ook een specifieke naam in arbeidstermen? Zoals dat je bijvoorbeeld bijberoep hebt. We zullen daarna gaan. In elk geval kan het, maar of dat dan een specifieke term heeft. Er is alleszins een ganse website, zijn de socialeeconomie.be. En ik ben er nu even op aan het kijken, terwijl we de verdere vragen beantwoorden, of wij inderdaad ook een etiketje gekregen hebben of een name tag. We kunnen in elk geval het antwoord op die vraag aan iedereen die aan dit gesprek deelneemt nog nadenken. Ja. En
ja, elke keer dat we op iets nieuws stoten, zetten we dat ook bij de vakwebsite natuurlijk. Maar in elk geval geen zorg daarover. Mag een VZW een beroep doen op helpende handjes, bijvoorbeeld voor het plukken van kruiden voor Fiore VZW? Ja, daar valt wel iets over te vertellen. Ja, inderdaad. Een organisatie VZW kan eigenlijk niet. Het is particulier tot particulier. Natuurlijk, als VZW's ontvangen we allemaal giften. En er is dus, met andere woorden, een truc dat je het eigenlijk geschonken krijgt door iemand. Hè. Dat je laat sponsoren door een particulier om een ander particulier bij jou als VZW te laten actief zijn. Zo kan het. Maar als VZW zelf kan je geen opdrachten geven en kan je niet deelnemen aan de deeleconomie. De filosofie is eigenlijk van particulieren aan particulieren. Nu is het zo dat er ook een bijkluswet gekomen is, die een beetje vergelijkbaar is, maar niet helemaal. En dat is gericht op noden van verenigingen. Die bijkluswet die gaat het einde van het jaar nog net halen, maar volgend jaar is die afgeschaft. Door allerlei vragen vanuit de Raad van State. Dus, maar dat is niet het geval bij de wetgeving op de deelplatform, die blijft bestaan. Kan u nog wat meer info geven, vraagt Katrien, over de controle die achter het platform zit om misbruik van senioren tegen te gaan? Het wordt gedaan door sociale economie, klopt dit? Het platform is enkel toegankelijk in het Nederlands. Dat zijn verschillende vragen samen. Hè. Ja. Ik zal de laatste eerst benaderen, inderdaad, door het feit dat we gesponsord zijn door Leader. En dat een tweetalige website bouwen, één, een stuk duurder is, maar dat je dan ook mensen moet hebben die tweetalig zijn om die ondersteuning te doen erachter, hebben daar duidelijk niet voor gekozen. Dus vandaag is het een eentalige Vlaamse website. Ik kan direct ook de vraag beantwoorden, nee, er is ook geen vertaling in Arabisch of andere niet-Belgische landtalen, ook geen Duitse. En er zijn voorlopig ook geen plannen voor. We zijn zeker als vereniging, een multiculturele vereniging die erachter zit, die open staat voor iedereen. We hebben ook mensen in dienst die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn en die we daar ook bij helpen tijdens de werking. Maar de website zelf naar buiten toe, daar was geen ruimte voor de moment. Maar het taalgegeven of mensen die taalarm zijn, is in die zin meegenomen dat we ook veel met icoontjes gewerkt hebben en zo eenvoudig mogelijk. En aanpassingen in die zin zijn ook nog verder. Want de website die we daarnet gezien hebben, ondertussen wordt er ook nog verder ontwikkeld. Dat er altijd verbeteringen komen natuurlijk. Ja, en dan het eerste deel van de vraag. Over de controle die achter... Ja, de controle. Er zijn een paar mechanismes. Een van de mechanismes die we ingebouwd hebben, is dat we inderdaad elke vraag, elk aanbod wordt bekeken. Als een overeenkomst niet duidelijk genoeg omschreven is, of een vraag is niet duidelijk genoeg omschreven, dan grijpen we daarin. Wat bedoel ik met ingrijpen? Twee niveaus. Een eerste niveau is dat we in de helpende houding gaan, dat we mensen benaderen en zeggen van, let op, uw vraag is niet concreet genoeg, misschien zou ze beter zo omschrijven, en zo verder. Het tweede niveau is dat wij vraag en aanbod, dat we ons het recht voorbehouden, en dat is ook zo in de... Tijdens het aanregistreren aanvaard je de voorwaarden van het platform. En daar staat onder andere in dat wij het recht voorbehouden om gelijk welke vraag, aanbod of overeenkomst te blokkeren. Om die reden. Dat is één deel van de bescherming van oudjes. Of eigenlijk gelijk wie die minder bekwaam is om zijn budget correct te besteden. De tweede actie die we hebben achter de schermen is dat wij op geregelde basis kijken naar het bestedingsgedrag en het verdiengedrag. Daarmee bedoel ik de opdrachtgevers, hoeveel besteden zij per maand. Daar wordt ook een maximum op gezet. Lijkt een beetje raar en dat zal ook vrij hoog staan voor éénverdieners met een vervangingsinkomen. Omdat je natuurlijk ook goede tweeverdieners hebt die hopelijk ook gaan spenderen op dit platform.
maar we houden zowel het bestedingsgedrag als het ontvangstgedrag in de gaten. Dus ook de klussers of de dienstverleners in het algemeen, het zijn niet allemaal klussers, houden we in de gaten. En als dat boven een bepaald bedrag begint te gaan ten opzichte van één opdrachtgever, dan gaan we daar toch een keer een paar belletjes doen om te horen of dat allemaal ineen zit. En als het nodig is, gaan we zelfs een plaatsbezoek doen. En ja, mochten er dan toch nog vragen zijn, want niets is waterdicht, dan ja, willen wij zeker in samenwerking gaan. Een vraag van Inge, dat we ook kunnen meteen op antwoorden. Iedereen die zich aanmeldt, moet die lidgeld betalen, zowel hulpvragers als aanbieders. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus de hulpvragers die kunnen zich kosteloos registreren. En wij zijn hen eigenlijk dankbaar als zij hun vragen zo talrijk mogelijk op het platform zetten. Zodanig dat aanbieders, en die betalen wel een klein beetje geld, dat die ja, contact kunnen nemen. Mogen de dienstverleners vervoerkosten aanrekenen? Zeker. Uit ervaring kan ik dat ook even delen. Er zijn twee soorten onkosten die te maken hebben met een opdracht. Ja, verschillende zelfs, maar twee. Je hebt je prijs per uur. Dat is logisch dat je ook dat volledig registreert als zijnde je inkomsten. Maar je koopt al wel ook eens in opdracht van de opdrachtgever een stukje materiaal aan. Dat je de eerste keer daar op bezoek geweest bent en er wordt nog gevraagd van ja, kan je dit nog repareren? Kan je daar naar kijken? En ja, ik ga al wel een keer langs de zelfbouwmarkt om dingen in te kopen, zowel voor mezelf als voor de opdrachtgever. Ik houd mooi het bonnetje bij en dat laat ik natuurlijk vergoeden. En dat is geen inkomst die ik moet aangeven op het platform. Dat is een onkost die ik gemaakt heb in naam van de opdrachtgever. Vergelijkbaar, ik doe redelijk wat ritten naar het containerpark met de aanhangwagen. Ik doe dat niet op mijn kaart. Ik heb gratis beurten bij mijn containerpark, recyclagepark. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dus in de eerste instantie is de persoon meegegaan met zijn kaart en hebben we zo de aanhangwagen gelost. In tweede instantie vertrouwde ze mij, gaf ze haar identiteitskaart mee. En later was het dan betalend, dus dan leverde ik gewoon de onkost in. Dus als je vervoerskosten naar een klus zou willen aanrekenen, dan kan dat. Mijn ervaring is echter dat dat moeilijk ligt. Verplaatsingkosten naar een klus, dat is een moeilijke in de negotiatie, maar je mag gerust proberen. Ik ben er vanaf gestapt. Ik reken nu bij een nieuwe opdracht iets meer aan in het eerste uur, om die initiële verplaatsing te dekken. Als ik merk dat het daar altijd iets langere opdrachten zijn, want voor een half uur, 20 minuten op de baan zijn, dan levert het niet veel meer op. Daar moet je een beetje in zoeken hoe je het aanpakt. De klussen die ik nu doe, zijn meestal altijd minstens 2 uur dat ik ter plaatse ben. En dan heb ik zoiets van die kilometers. Laat het maar. Daar is iedereen vrij in om te zien hoe je dat wil aanpakken. De ervaring is ook wel ondertussen al dat mensen die soms lang moeten wachten op een zelfstandige, die zoveel werk heeft dat hij een aantal kleine dingen niet meer kan doen. En de kostprijs daarvan, dat hij eigenlijk wel tevreden is van een beroep te kunnen doen op iemand in het kader van het deelplatform. We hebben toch al heel fijne reacties ook gekregen. Maar niettemin, het is altijd wat elkaar vinden en onderhandelen. Dat heb je ook bij lidsgroepen. En ja, eigenlijk vloot dat in de praktijk wel 99% van de gevallen. Een vraag die ook al wat specifiek is, maar wel interessant ook omdat het gaat naar de inclusiviteit van wat dat wij doen, dat het open staat voor iedereen. We hebben het al gehad over werkzoekenden, mensen op invaliditeit, mensen op pensioen. Hier is de vraag, kunnen personen die in een AMA-statuut, dus dat is arbeidsmatige activiteiten in de arbeidszorg, mensen die daarin begeleid worden, kunnen die ook bij helpende handjes een rol vervullen. Nu, ja, op dit moment
We zijn nog niet zo lang gestart, hebben daar geen ervaring mee. Er is geen enkel bletsel dat mensen kunnen doen, tenzij als het met de persoon te maken heeft. En ja, daar kan de dienst zoals die van Ann zelf beter over oordelen. Het kan ook perfect zijn dat mensen geholpen worden, dat ze voorbereid worden om, of geholpen om in gesprek te gaan met iemand die een dienst vraagt. Dat kan zeker. De mate van zelfstandigheid van mensen om iets uit te voeren zal ook heel erg verschillen. Maar op zich is er geen beletsel. Wel, ja, zoals eerder gezegd, in de wetgeving staat meerderjarigheid. Ja, als je natuurlijk minderjarig verklaard bent, dan denk ik dat we dat niet kunnen toelaten. Maar als deze mensen meerderjarig zijn, dan is er wetgevingsmatig geen beperking. Het zijn in principe mensen die niet in staat zijn tot echt regulier werk. Waarvan dat men denkt met bezigheid zijn zij op dit moment al sterk geholpen. Maar als die bezigheid echt iets kan zijn dat voor andere mensen echt een behoefte is en dat zij anderen kunnen helpen, ja, waarom niet? Inderdaad. Misschien moeten we toch ook nog iets zeggen over het budget dat voorzien is, wat OCMW's en andere sociale organisaties toch een specifieke rol kunnen spelen. Ja, dat kunnen we zeker. We hebben ook een mechanisme op de website ingebouwd die het mogelijk maakt dat een OCMW of een stad aan mensen eigenlijk een soort check cadeau doet. Een check die je dan kan besteden aan activiteiten op de website om een bepaalde vraag die ze hebben te lenigen en in te gaan op aanbod. Met andere woorden, in plaats van dat daar dan een financiële transactie is naar... van opdrachtgever naar uitvoerder, is er op dat moment eigenlijk een budget beschikbaar op de website die opdrachtgever kan besteden en dan wordt de uitbetaling door ons gedaan naar de uitvoerder. Dus bijvoorbeeld is mogelijk dat de coronachecks waar gemeenten, OCMW's nu een beleid kunnen meevoeren, dat ook benut wordt via helpende handjes. Dat is perfect mogelijk. Ik kom even terug op die eerste vraag. Hebben wij een naam als dienstverleners op het platform? Ik ben even op die website gaan kijken. Voorlopig worden we dat gewoon dienstverlener genoemd. Dat is dan de website van de deeleconomie. Die link is trouwens ook te vinden bij meer informatie op, op onze website. Dus ja, ik denk dat we nog een term mogen uitzoeken van wat voor diertje zijn wij in de arbeidsmarkt. Voorlopig hebben we dus geen naam. Ja, maar we gaan dat nagaan. Bij de mensen die zorgen voor die zaken. Dit waren voorlopig alle vragen. Er is toch een nieuwe binnen. Waarom is Ronse niet meegenomen in de eerste uitrol? En er is nog eentje rond PWA ervoor. Ik zie dat hier niet staan. Ah, dat was de laatste vraag. Heb jij ze niet? Nee, kom maar. Nee, komt dat niet door. Ah nee, ja, ik zie het al. Katrien is privately naar mij gesteld. Ja, toen, maar dat geeft niet. Ik wil ze wel hier. Je bent zelf het levende bewijs. Je bent van Ronse. Dus Ronse is niet uitgesloten. Maar waarom zetten we dan toch altijd een aantal gemeenten, namelijk tussen Oudenaarde en Gerasbergen in de picture? Wel, ik denk dat daar de tweetaligheid heeft meegespeeld en dat is direct een extra complexiteit. Nee, het was puur toch niet. Praktisch eigenlijk dat om van start te geraken in een eerste proeffase, dat men... vond van beter in een kleine regio te starten, maar in de praktijk hebben we vanaf dag 1 vastgesteld dat de belangstelling veel verder gaat. Mm-hmm. En ja, daar is niemand kwaad om. Het is wel zo dat wij onze bekendmakingsinspanningen vooral concentreren in die hoek. Ja. Dat je niet overal tegelijk kunt zijn. Het voordeel nu natuurlijk van de virtuele kanalen is dat er geen enkele beperking meer is van een lange woonplaats.
Goed. Ik denk dat we alle vragen gehad hebben. Ja. Moet eigenlijk gewoon starten, hè. Doen. Ja, ik vind het fijn dat er zowel mensen nu bij zijn die voor zichzelf spreken als voor een organisatie, een gemeente. Dus dat kan zijn als daar nog verder de komende dagen over gesproken wordt en er komen nog vragen. Laat ze maar komen. Ja, zeker en vast. Laat maar komen. Eén dingetje misschien nog te vermelden. Klussers worden ook niet aan hun lot overgelaten. Ik heb geregeld, zeker bij beginnende klussers, toch rond een half uur tot drie kwartier babbels met hen om het allemaal eens uit te leggen en zo verder. Ik denk dat het ook belangrijk is dat zij weten waar zijn ze aan toe of wat kunnen ze verwachten of wat kan niet. Er zijn heel wat vragen die staan. De meeste van de vragen die ze stellen staan eigenlijk wel op de website, maar bon, het is altijd plezanter om even een babbeltje te doen. En dan ontdek je vaak mensen die zeggen van ja, ik weet niet, ik zou wel iets willen doen, maar ik weet niet hoe wat. Dat valt ook voor. Dat is ook plezant om dan eens even in een discussie te gaan. En welke ervaring heeft die persoon? Wat heeft hij als beroep gedaan? In dat geval was het een gepensioneerde. En dan ontdek je wel altijd een dienstverlening die iemand kan aanbieden. Ik zie mogelijk ook nog ik weet niet of dat er mensen bij zijn die hier actief zijn met competentieontwikkeling of binnen VDAB op zoek naar wat kunnen mensen, wat zouden mensen kunnen gaan betekenen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het ook leuk is om hier mensen laten te proberen en te kijken, kunnen ze iets? Het is niet omdat je gras kan afrijden, dat je dat ook kan in opdracht. Er zijn andere facetten die meespelen. Je moet kunnen luisteren wat verwacht die opdrachtgever en zo verder. Het samen op zoek gaan met een klusser van wat kan hij en wat kan hij niet, kan eigenlijk ook via het platform. Ja. Dus ook dat is een sociale meerwaarde die we denken die erachter kan zitten als daar gebruik van gemaakt wordt. Ik wil toch nog een punt aansnijden. We zitten hier nu met internet bezig en computer en zo. Niet iedereen heeft dat. Mm-hmm. En vanaf de eerste maand hebben we vragen gekregen van mensen die toch wouden meedoen en geen internet hebben. Misschien dat Charlotte iets kan vertellen over hoe dat we dat dan opgelost hebben. Ja, dat klopt. In het begin heb ik ook veel vragen gehad van oude vrouwtjes die belden en die ook niet echt door hadden dat dat met een platform was. Dus die belden gewoon naar het nummer en die dachten dat er de volgende dag een loodgieter kon langskomen of zo. Dus heb ik ook heel veel uitleg moeten geven. En ook aangeven dat het eigenlijk via een deelplatform gaat om overeenkomsten te sluiten. Waar ze ook aangaven van, ja, ik heb geen computer, ik kan niet werken met een computer. Ik heb ook geen kinderen die mij kunnen helpen daarmee. En dan trad ik ook op als tussenpersoon om een overeenkomst, om een vraag op het platform te zetten voor die personen. Maar je merkte ook heel vaak dat ze wel eenzaam waren en dat ze ook wel een gewone spoorde babbelen met iemand. En ja, dat waren wel lange gesprekken, maar je merkte wel dat die mensen daar iets aan hadden ook. Dus in gewoon eventjes. Deel economie, maar tegelijk toch sociaal werk. Ja, inderdaad. Ja, in die situatie maken we het ook iets gemakkelijker, aangezien dat onder controle is. Hè. Charlotte houdt dat dan in de gaten, in naam van het oudje. Dan maken we ook maar één overeenkomst, zijn de algemene klusjes. We gaan daar niet onnodige administratie aan vasthangen. Dan is er één algemeen overeenkomst daarvoor. Ja, dan denk ik zijn we voorlopig rond. En kunnen we het woord opnieuw aan ons gastheren en dames van de hogeschool geven? Ja. Wij willen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. En zoals Peter ook al gezegd heeft, als jullie nog vragen zouden hebben, kunnen jullie die altijd nog doorspelen. En ik denk dat jullie dan wel een goede uitleg zullen krijgen, net zoals dat jullie vandaag al op heel wat vragen toch wel een antwoord hebben gekregen.
Dus bedankt en ja, tot de volgende keer misschien. Goed, hartelijk bedankt allemaal en een goede avond.